Take 1, hè? Daar blijft het ook bij. Welkom bij Porsche Centrum Twente in detail. Deze week hebben we een hele bijzondere aflevering. Normaal vertel ik natuurlijk iets over een auto of een introductie van een auto. Dat heb ik vandaag ook. Alleen vandaag introduceer ik ook mijn nieuwe collega Anne-Jan Krol. Ondertussen gaat mijn Siri af. Te grappig. Meneer Pomp, goedemorgen, moet ik dan zeggen, hè? Ja, goedemorgen. Hoe is het met u? Met mij is het uitstekend. Het is lang geleden, hè, 1962. Ja, dat kan wel zeggen, ja. Deze week introduceren we dus de 911 Ben Pomp Junior Editie. Dit is voor ons de perfecte auto om Anne-Jan eigenlijk bij Porsche te gaan introduceren. Deze auto is uniek. Hier zijn er 20 identiek van gemaakt, dus het is een gelimiteerde serie van Porsche. Hij is helemaal handbuild door Porsche Exclusive. De Ben Pomp Junior Editie die is bedacht om het 70-jarig bestaan van Pomp en importeurschap van Porsche te vieren. Deze auto vertelt ons ook heel veel over de relatie tussen Pomp, Porsche Twente en de Porsche fabriek. Familie Pomp is 70 jaar geleden, ruim 70 jaar geleden, begonnen met het importeren van een 356 van Porsche. En die had exact deze kleur. Dat is de reden waarvoor deze kleur naar keuze is gekozen. En de auto werd onthuld, zielig genoeg, op de sterfdag van Ben Pomp zelf. Jouw vraag zou zijn, ken je dan Ben ook? Ja, ik kende Ben ook. Voorheen werkte ik in Leusden en was hij een graag geziende gast. En we avonden lol met die man beleefd. Eerlijk gezegd was het misschien wel een beetje een boefje van de Pomp-familie. Maar wel echt een uithangbord van Porsche. En wijn. Wijn en als afsluiter gin tonic zelfs. Dat klopt, je hebt goed opgelet. En een hele goede racer. We zijn erg leuk onder elkaar. Niet zoals baas personeel, maar dus meer als vrienden. En erg veel lachen. Hij is erg in voor grappen en zo. Meneer Pomp, goedemorgen, moet ik dan zeggen, hè? Ja, goedemorgen. Zeg, ik bel u natuurlijk vooral vanwege uw imposante Formule 1 carrière. Ja, het is fantastisch, ja. Ik race sportwagens van Porsche. De buitenkant van de Ben Pomp Junior Editie kenmerkt zich door de sportdesign voorbumper, de sideskirts, de mooie 21-inch velgen en de aluminium raadslijsten. En uiteraard mag aan de achterkant het sportuitlaatsysteem niet ontbreken. Aan de binnenkant hebben ze zich helemaal uitgeleefd. Wat dacht je van de grafietblauwe stoelen met GT zilveren stiksels? Die stiksels die vind je niet alleen in de stoelen, maar die vind je in de hele auto terug. In bijzondere motieven. Wat hem ook bijzonder maakt, is op het dashboard de handtekening staat van Ben Pomp Junior. En wat dacht je van de verlichte instaplijsten? Niet alleen Ben Pomp Juniors naam staat er, maar ook deze 911 en natuurlijk de eerste 356. En wat denk je van de cross-stitch stiksels die helemaal rondom de auto loopt? De meest uitgebreid verstelbare sportstoel met het bijzondere ruitjesmotief, met de zijwangen en de achterkant compleet met leer bekleed.